Yo mensen, Jarosje hier en welkom bij weer een nieuwe complete hier op mijn kanaal Jorask Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik vandaag voor jullie een team deathmatch gameplay op de map Octane. Ik gebruik de enige echte SC2010 met Extended Max en de Silence erop. En de SC2010 is een heel erg chill wapensje om te gebruiken. Maar je moet wel echt gewoon weten hoe je moet gebruiken. Want het is niet het sterkste SL driver dat er is. En hij kilt op de lange afstanden ongeveer in 6-7 kogels, Dus dan is de damage tussen de 20 en 25 procent. En als jij gewoon echt... De korte afstanden gaat schieten, wordt de damage verhoogd naar ongeveer 30-35%. Dus je hebt tussen de 4, 5, 6, 7 kogels nodig om een enemy te killen. Ligt hem net aan welke afstand je schiet. En het is dus niet het allersterkste wapen om te gaan gebruiken. Maar hij heeft een lage recoil. Dus je kan gewoon echt de lange afstanden kapot sprayen. En daarnaast heeft hij ook nog eens een hoge fire rate. Dus hij schiet best wel snel zijn ammo leeg. Waardoor het dus best wel weer een chill wapen wordt om te gebruiken. Maar als ik nou aanraad. Wat voor wapen moet je gebruiken in Call of Duty Ghost? Niet de SC 2010 als je niet weet hoe je ermee moet omgaan. Wel de SC 2010 als je echt gewoon het een perfect wapentje vindt. Dus ligt het wapentje niet, gebruik hem dan ook gewoon meteen niet. Maar. Dit is mijn allereerste potje van Ghost dat ik gisteren had gespeeld en ik zeg altijd heel vaak in mijn compleetjes van jongens, dit is mijn allereerste potje jongens, dit is mijn allereerste potje jongens, dit is mijn allereerste potje en altijd mijn allereerste potje van de dag, het allereerste potje dat ik op Call of Duty speel is altijd mijn beste potje van de dag. En het is altijd natuurlijk een beetje raar, want jouw allereerste potje hoe kan dat het, het beste zijn? Maar in mijn allereerste potje heb ik ten eerste nog echt gewoon de beste concentratie op de hele wereld en dat wordt steeds lager, steeds lager, steeds lager totdat ik ongeveer 10 potjes heb gespeeld en dan ben ik eigenlijk op mijn Diepste punt gezakt. Naar ongeveer 10 potjes. Want dan speel ik zo ontzettend slecht. En dan na die 10 potjes. Begin ik weer een beetje te focussen. Omdat ik weet dat ik slechter ga. En dan ga ik dus langzamerhand weer steeds beter spelen. En als ik dus Call of Duty speel. Heb ik altijd het punt. Ik begin goed. Dan ga ik heel erg slecht. Dan word ik boos. Dan ga ik me dus weer concentreren. En dan ga ik weer goed. En dan eindig ik ook gewoon goed. Ik wil altijd als ik Call of Duty speel. Winnen in mijn laatste potje. En ik wil gewoon winnen met een goede score in mijn laatste potje. En ik stop dus ook nooit met spelen. Totdat ik een goede score heb. Of. Ik moet gewoon boos zijn. Omdat ik bijvoorbeeld echt. Het hele gaat door bullshit. Door campers. Dat ik gewoon in één keer mijn PlayStation uit mijn raam flikker. En dus gewoon daarna niet meer speel. En dat heb ik nog tot nu toe niet gehad. Dus dat is het in ieder geval wel een goed teken. Maar. Soms op Call of Duty Ghosts heb je dat wel. Natuurlijk. Soms ga je dood op kut manieren. Soms word je in je rug gepakt. Kan je niet meer omdraaien. Ga je dood. Soms word je gewoon genaaid op dit soort momenten. Dat je nog maar 9 kogels in je wapen hebt zitten. Terwijl er twee enemies op je afkomen lopen. En dat is ook nog eens zo in Call of Duty Ghost. Als er twee of meer enemies op je afkomen lopen, ga je eigenlijk bijna altijd dood als je ze frontaal tegenkomt. Als je ze in hun rug pakt, overleef je het meestal, omdat je simpelweg in hun rug komt en je killt ze binnen drie, vier kogeltjes. Maar als jij ze frontaal tegenkomt, dus echt gewoon 1 tegen 1. twee tegen 1. van de voorkant, dan kan je ze bijna niet allemaal killen. Want ik heb altijd als ik twee of meer enemies tegenkom. Schiet ik altijd op de verkeerde persoon. Dus ik schiet op de persoon die mij niet heeft gezien. of ik schiet op de slechtste persoon in dat bepaalde groepje. En degene die dus dan wat beter zijn, die schieten jou meteen af. Dus het is altijd een kwestie van geluk hebben als je meerdere enemies tegenkomt. in Call of Duty Ghost. Omdat je gewoon de goede persoon moet schieten, de beste van het groepje. en daarna steeds een wat slechtere persoon gaat killen. totdat je bij de slechtste persoon aankomt, die bijvoorbeeld de hele ammo hebt gemist. Waardoor je dus alsnog de triple kill kan pakken. En. In Black Ops 2 was het zo, als je in je rug wordt gepakt, kon je gewoon nog even het hoekje omrennen. Kon je gewoon nog eventjes serieus je omdraaien en die persoon pakken. In Modern Warfare 3 was het bijna altijd hetzelfde geval. Of er moest een ACR in je rug staan, die je ook gewoon kilde in drie kogeltjes. Dus ja, het is altijd een beetje geluk hebben of jij een goede score kan halen of gewoon een slechte score kan halen in Call of Duty Ghost. En voor mij vind ik het persoonlijk een heel erg moeilijk spel om te spelen om echt gewoon de hele dag goed te gaan. In Black Ops 2 kon ik elk potje dat ik ook maar speelde op een dag kon ik echt gewoon perfect staan. Kon ik altijd een kill death hebben van 10 als ik me echt gewoon goed kon concentreren. En nu op Call of Duty Ghost, soms heb je potjes dan dus saai je echt gewoon negatief. Soms heb je potjes staan een kill death van 10. Soms heb je normale potjes zoals deze op de achtergrond gameplay en het is dus echt gewoon Heel afhankelijk van wat voor enemies je tegen krijgt. En je moet dus ook pure geluk hebben. Wil jij een goede gameplay halen. Tegen wat voor enemies je speelt. Soms heb je de hardste noobs tegen je. Nou je meteen een goede score. Soms heb je gewoon normale spelers tegen je. Hou je scoren zoals dit potje. Soms heb je echt gewoon de beste spelers. Of de hardste campers tegen je. En dan ga je gewoon echt heel erg hard negatief. En het is dus een spel. Je kan er heel erg boos op worden. Als je een paar potjes achter elkaar. hebt Dat je heel erg slecht gaat. Of je kan echt gewoon heel erg blij zijn. En het spel een hele dag spelen. Als je gewoon tegen de perfecte enemies komt. En je bent dus in Call of Duty Ghosts meer afhankelijk van de enemies die je tegenkomt. In welke Call of Duty dan ook. Je hebt natuurlijk ook het geluk nodig dat je niet tegen volle parties komt. Je hebt het geluk nodig dat je niet gewoon tegen bijvoorbeeld mensen komt die in een team zitten. En twee ervan rennen de kaart op af. Twee van die... Passen de camp rush-camp rush-tactiek toe. En twee mensen ervan, die zitten gewoon keihard te campen. En die komen niet van de plek af. Want als jij tegen zo'n team komt, die dus echt gewoon een paar mensen hebben die erop afrennen. Een paar mensen hebben die de dus op afrennen. Een paar mensen die hebben die kaart zitten te campen. Kan jij ook gewoon helemaal niks meer doen. Want dan ren je erop af. Kom je campers tegen. Blijf je campen, kom je rushes tegen. En dat werkt dus ook niet zo goed. Dus ja, als ik nou moet zeggen. Of Call of Duty Ghost echt een spel is. ...waarvan jij jezelf kan trainen om al te goede scoren te halen... ...zou ik zeggen van totaal niet. Het ligt precies aan wat voor enemies je hebt. Het ligt precies aan wat voor teammates je hebt. En alles draait daar gewoon om. Natuurlijk moet je ook zelf wel gewoon een beetje een normale speler zijn. Dus je moet wel gewoon een beetje een normale aim hebben. Je moet gewoon goed kunnen richten. En je moet dus wel gewoon, als jij tegen normale mensen komt... ...ook een normale score kunnen halen. Want anders lukt het sowieso niet in Call of Duty Ghost. En ja, voor de goede mensen... Hangt het af van de enemies en van je teammates? Voor de hele slechte mensen die Call of Duty Go spelen, ligt het eraan gewoon een kwestie van geluk hebben. En meer kan je er niet aan doen. En daarom is het dus echt gewoon een heel erg moeilijk spel om te spelen. Ook voor mij, ook voor jullie waarschijnlijk. Dus laat even weten in de comments of jij het moeilijk spel vindt of een makkelijk spel vindt. En dan weet ik dat is ook meteen. Want dan kan ik misschien nog wat meer tips gaan geven. Kan ik misschien wat meer classes gaan geven aan jullie bijvoorbeeld. Dus uh, laat even weten in de comments. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar de complete. Vergeet hem alsjeblieft niet te liken. En dan zeg ik voor vandaag. Tot de volgende keer maar weer. En bye bye.